We zien de laatste weken weer veel nieuwsberichten over Tesla, waarbij het nieuwsbericht met het koersdoel van 3000 dollar natuurlijk het meeste opvalt. Aangezien Tesla mijn grootste positie is, met op dit moment rond de 110.000 euro in dit aandeel, wil ik even deze video maken, omdat ik ook vragen kreeg van wat zijn de redenen waarom ik dit aandeel aanhoud. Maar ik wil ook gaan kijken naar de cijfers en naar de waardering van wat is Tesla op dit moment waard volgens mijn berekening en wat moeten ze doen om die 3000 dollar per aandeel waard te zijn. Dat gaan we bekijken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, een kanaal waar we praten over geld en geld verdienen, want geld geeft uiteindelijk ook vrijheid en geeft je keuzes. En ik hoop in ieder geval dat mijn positie in Tesla mij ook een vervroegd pensioen geeft. En ik probeer in deze video natuurlijk zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Zal niet altijd meevallen vanwege mijn interesse en mijn positie in Tesla. En heb je zelf nu nog tips, feedback of andere dingen die je wil laten weten? Deel dat dan via de reactie onder deze video. En natuurlijk, alles in deze video is natuurlijk alleen mijn visie, mijn mening en vooral geen beleggingsadvies. En laten we dan beginnen met wat nieuwsberichten. Nieuwsberichten om een wat beter en actueler beeld te krijgen bij het bedrijf. De nieuwsberichten over auto-ongelukken of productievertragingen. Uh, dat soort nieuwsberichten zijn vaak overdreven. Willen, op zoek zijn ze eigenlijk naar kliks, want daar verdienen nieuwspagina's het geld mee. Um, en kun je al een beetje omschrijven als FUT, om het aandeel ook misschien wel weer omlaag te krijgen. Uh, waar wij vooral naar gaan kijken zijn nieuwsberichten die juist, ja, algemener zijn, maar wel belangrijk zijn voor het bedrijf. Denk bijvoorbeeld ten eerste aan de 1 miljard subsidie, want Tesla is nu op dit moment bezig, of bijna klaar moet ik zeggen, met de fabriek in Berlijn. Dat zal de komende maanden, zeg maar, online komen, uh, productie gaan draaien. En de uiteindelijke capaciteit van die fabriek, die is zo'n 500.000 auto's per jaar. De fabriek heeft naar schatting zo'n 5 miljard euro gekost. En ze krijgen ongeveer 1 miljard aan subsidies. Dat is heel veel geld. Um, zeker omdat het eigenlijk een concurrent is van de Duitse autobouwers. Maar dat komt omdat ze ja, gewoon heel veel werkgelegenheid bieden daar. Ten eerste aan de 12.000 medewerkers die gewoon in de fabriek of rondom de fabriek voor Tesla gaan werken zelf. En ook nog eens 2.000 banen die. Ja, geschept zullen worden omdat Tesla daar gevestigd is. Dan hadden we vorige maand ook nog AI Day een evenement dat niet gericht was op de investeerders, maar juist uh, bedoeld was om te laten zien waar ze aan werken op dit moment op het gebied van kunstmatige intelligentie juist om ook nieuw personeel te werven. Ik denk een hele goede zet, want slim en gemotiveerd personeel is gewoon heel erg belangrijk om ook te groeien de komende jaren, om die groei ook mogelijk te maken. Het evenement zelf is vooral bekend eigenlijk vanwege de Tesla bot, de robot die ze willen bouwen om eigenlijk jou te helpen met verschillende taken rondom huis. Maar het is voornamelijk dus de software en de hardware die ze hebben ontwikkeld. Uh, dat was eigenlijk het belangrijkste van het evenement. De video is zeker een aanrader. En zelfs als je, net zoals ik, misschien maar 10% snapt van wat er gezegd wordt, ben je denk ik toch wel onder de indruk. En een link zal ik trouwens onder deze video achterlaten. Dan hadden we ook nog een koopadvies voor het aandeel van Tesla uh, vanuit IAX. Want. Ja, die hebben ook naar uh, AID gekeken. En dat hebben ze verwerkt in hun onderzoek en ook in hun waardering op dit moment. Inmiddels hebben ze het aandeel een strong buy advies, een koopadvies gegeven. Met een koersdoel van 900 dollar, oftewel zo'n 20% upside van de koers uh, op dit moment. Een interessante analyse, zeker eigenlijk omdat ze ook in het verleden vaak nog wat negatief of terughoudend waren ten opzichte van Tesla. En juist dan zijn deze analyses, denk ik, degene die je moet lezen, want dat geeft je een beter en onafhankelijker beeld. En het is ook gewoon altijd goed om niet alleen naar je eigen punten te kijken en daarin te geloven, maar juist ook te horen wat een soort van tegenstander heeft te zeggen. En dan komen we uiteindelijk ook aan bij het koersdoel van 3000 dollar vanuit Arkinvest. Het koersdoel zelf is niet nieuw. Dat is namelijk al eerder dit jaar, ik geloof in mei, afgegeven. Maar wat wel nieuw is, is dat ARK Invest het afgelopen week opnieuw heeft bevestigd dat ze hier nog steeds in geloven. Dus nu eigenlijk weer gewoon een actuele bevestiging. En daar heeft dan Elon Musk weer op gereageerd. Uh, hij heeft de tweet geliked, maar hij heeft dit blijkbaar ook besproken en een e-mail rondgestuurd aan het personeel van Tesla. En heeft ook gezegd van, uh, ik denk ook dat we dit kunnen halen, maar dan moeten we wel heel erg ons best doen de komende jaren. Dus ik denk dat het ook vooral gebruikt zal worden om mensen te motiveren, omdat veel werknemers van Tesla natuurlijk ook zelf Tesla aandelen hebben. En die zouden natuurlijk van zo'n koersstijging ja, financieel veel beter worden. En we zullen straks even bij de waardering kijken naar deze koers: kijken wat het op dit moment waard is. En vooral dus ook kijken wat ze moeten bereiken om deze 3000 dollar per aandeel waard te zijn. Laten we dan even gaan kijken naar mijn waardering. Want ik heb, ik denk een, ja, vorige maand, een paar weken geleden, een update gegeven van mijn aandelenportfolio uh, van de 190.000 euro die het toen waard was is eigenlijk een groot gedeelte, ongeveer zo'n 110.000 euro. Op dit moment heb ik geïnvesteerd in Tesla. En dat was dan mijn aandelenportfolio bij de Giro. En wil je nou zelf trouwens ook beginnen met beleggen, dan raad ik ook vooral de Giro aan vanwege de, het brede aanbod dat ze hebben en de lage kosten. Onder deze video staat een link om gratis een account te openen. En ze hebben op dit moment ook nog een actie waarbij je tot 50 euro transactiekosten te goed krijgt. Dus profiteer van die actie via de link onder deze video. Maar omdat ik dus in die video liet zien dat meer dan de helft van mijn belegde vermogen in het aandeel Tesla zit. Kreeg ik best wel wat vragen van mensen van waarom geloof je zo in het aandeel? Uh, waarom hou je het vast? Hoe kijk je ja, tegen de toekomst van Tesla aan? En ook via mijn Instagram heb ik trouwens mensen gevraagd of ze een video wilden zien over Tesla. Aangezien 70% zo'n beetje ja zei, heb ik dus deze video gemaakt. En wil ik even een paar punten behandelen waarom ik nog steeds deze positie heb. En er ook nog wel in geloof voor de toekomst. En de eerste hele belangrijke reden waarom ik nog steeds deze aandelen heb is mijn GAK. Oftewel gemiddelde aankoopkosten. Ik heb deze aandelen, ik geloof voor het eerst in 2016 of 2017 gekocht. Toen telkens een beetje de positie uitgebreid tot volgens mij vorig jaar heb ik nog een keer de laatste aandelen gekocht. Maar dit zorgt ervoor dat ik de 175 aandelen die ik op dit moment van Tesla heb, dat ik daar een gemiddelde prijs van heb betaald van 100 euro per aandeel. Zo'n 118 dollar per aandeel. De koers is op dit moment zo'n 750, 760 dollar. Dus ja, je kunt wel zien dat het. Aandeel nu zo'n 7,5 keer, 7 keer zoveel waard is geworden ten opzichte van de prijs die ik heb betaald. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat ik in een hele fijne positie zit om ja, eventuele schommelingen in de koers, 100 dollar in de koers is best wel veel, maar relatief weinig gezien het rendement dat ik tot nu toe heb. Ja. Het niet gemaakte rendement dat ik heb, maar wat ik zou kunnen maken. Ik zou bijvoorbeeld winst kunnen nemen, maar ik denk dat het zelf nog wel een klein beetje door gaat stijgen. Um, en als het dus eventueel een beetje verlies komt, is dat niet zo'n grote impact op mijn. Rendement op dit aandeel. En dat is dus ook een hele uh, belangrijke reden dat ik het aandeel gewoon vasthoud, juist vanwege mijn lage instapkosten. Een andere belangrijke reden is dat ik eigenlijk dagelijks het nieuws rondom Tesla bijhoud. Uh, dit vind ik vooral een heel belangrijke reden. En zeker met zo'n grote positie moet je wel eigenlijk zo'n beetje alles weten wat er met het aandeel uh, aan de hand is, wat er besproken wordt. Trouwens, niet alleen met het aandeel. Ook met het bedrijf zelf of met de concurrenten. Ik blijf eigenlijk dagelijks op de hoogte, vooral via YouTube. Denk bijvoorbeeld aan Tesla Daily, het YouTube kanaal. Waar je vooral heel veel uh, algemeen, onafhankelijk, uh, best wel goed nieuws krijgt vanuit Rob Mauer. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan uh, Solving the Money Problem. Iets meer ooit een beetje hype. Echt richting de koers van het aandeel. Wat je daar vaak ziet zijn ook interviews of dus andere dingen die op tv zijn geweest. En ook uh, concurrentie komt daar aan bod. En uiteindelijk ook Now You Know: dat is eigenlijk meer gericht richting de eigenaren van Tesla. Um, maar ook daar heel veel informatie kun je eruit halen. Gebruikservaringen. Ze kijken ook naar concurrenten. Wat doen andere auto's beoordelen die. Dus al die informatie samen, zeker op een dagelijkse basis, eigenlijk, zorgt er gewoon voor dat ik heel veel informatie weet. Dat ik eigenlijk de laatste stand van zaken weet. Dat geeft mij ook vertrouwen om in ieder geval deze positie aan te houden. En het is natuurlijk ook zo dat het voor een bedrijf, een Amerikaans bedrijf, een groot bedrijf zoals Tesla, dat ook gewoon heel veel nieuws is. Denk bijvoorbeeld aan Alfen. Ook dat is wel een leuk, aardig bedrijf wat het heel erg goed doet. Maar daar is bijna geen informatie over te vinden, weinig nieuws. En ik zou dan ook nooit zo'n positie aanhouden in een klein Nederlands bedrijf, omdat gewoon ja die dagelijkse basis, je weet niet. Hoe het bedrijf er op een dagelijkse basis voor staat. Terwijl dat juist bij die grotere aandelen wel het geval is. En dan is er ook nog de voorsprong vanuit Tesla. Ik ben toevallig nu het boek aan het lezen over ja, hoe Elon Musk eigenlijk bij het bedrijf is gekomen. Hoe Tesla heel veel stappen heeft overwonnen. En ik denk eigenlijk wel dat ze nu zo'n beetje. Ja, het, het gelukt is en ook echt een gevestigde naam is. En volop vertrouwen heb voor de toekomst. Maar ze hebben natuurlijk gedurende die tijd heel veel tegenslagen gehad. Uh, vaak omdat ze de eerste waren. Of in ieder geval eerst groot op de markt hebben gebracht. Dat ze nu die stappen wel hebben gemaakt. En dat zorgt er gewoon voor dat ze een voorsprong hebben. Een voorsprong op verschillende gebieden eigenlijk. Ten eerste bijvoorbeeld uh, de techniek die ze hebben. De batterijen en de manier van produceren. Daar liggen ze jaren voor op. Dat zeg ik niet, dat zegt Sandy Munro. Iemand die eigenlijk als werk heeft om auto's uit elkaar te halen, dat te documenteren van wat hij tegenkomt en wat er vooral ook beter, uh, beter kan. Vaak doet hij dit in opdracht van autofabrikanten, zodat zij hun productieproces uh, beter en efficiënter kunnen maken. Een volgend ding is eigenlijk de, de fabrieken. Denk bijvoorbeeld aan Tesla, die nu bezig is met fabrieken in Berlijn en in Austin. Ze hebben al fabrieken in Fremont en in Shanghai. Ja, al deze fabrieken hebben gewoon een voorsprong. Ten eerste dat ze ze überhaupt al hebben, maar waarschijnlijk ook de manier waarop ze gebouwd zijn. Uh, een capaciteit van waarschijnlijk zo'n, ja, misschien zelfs al meer dan 2 miljoen voertuigen per jaar als ze alle vier actief zijn. Dus daar lopen ze ook voorop ten opzichte van concurrentie. Ik wil trouwens niet zeggen dat een concurrent niet ook een fabriek kan bouwen. Zover ik weet zijn er nog niet heel veel uh, ook daadwerkelijk begonnen. Ze hebben misschien wel plannen, maar dan ben je vaak al twee. Drie jaar verder voordat er vaak een fabriek staat en deze ook operationeel is. Een ander belangrijk punt is denk ik dat Tesla EV-only is. Zeg maar, alleen maar elektrische voertuigen die ze maken. Dat is een groot verschil. Dat is iets wat Tesla al jaren doet. En iets dat andere autofabrikanten nu ook gaan doen. Nu de markt er eindelijk naar is. Zeg maar, lange tijd waren het bestaande modellen die elektrisch werden gemaakt uh, of hybride. Uh, Plug-in hybride misschien zelfs wel. Dat is niet de optimale manier en ook zeker niet de goedkoopste manier voor een autofabrikant om een auto te bouwen. Dan een heel belangrijk punt, en dat is de data. Want elektrische auto's zijn in principe gewoon rijdende computers met camera's, sensoren. Ja, er wordt gewoon heel veel data mee verzameld. Data die helpt om uiteindelijk ook zelfrijdende auto's te maken. Meer dan 1 miljoen auto's op dit moment verzamelen die data voor Tesla. Dat is veel meer dan Google bijvoorbeeld met Waymo doet. Ze hebben trouwens ook een andere manier. Uh, ...van die data verzamelen. Maar ja, ik denk dat juist door deze... ...ja, eigenlijk als je een Tesla koopt... ...help jij mee om data te verzamelen... ...en daardoor wordt de voorsprong die Tesla op dit gebied heeft... ...ook alleen maar groter. Deze data en eigenlijk ook de software... ...die heeft waarschijnlijk nu al heel veel waarde... ...maar zeker over een paar jaar zal deze data nog waardevoller zijn... En tenslotte hebben ze natuurlijk nog heel veel andere producten, denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, de opslag van energie in accu's of misschien zelfs dus wel de Tesla bot voor in de toekomst. Omdat hier weinig nog over te vertellen is, behalve dat Elon Musk um, het eigenlijk eerst Tesla omschreef als een energiebedrijf en geen autofabrikant en sinds de AI days zegt hij eigenlijk dat Tesla juist een AI bedrijf is. Um, ja, heb ik dit nog niet meegenomen. Ik denk dat dit nog te veel kijken is naar de toekomst, te veel onzekerheden. Maar het zijn wel leuke extra's als het inmiddels gaat werken. En zeker bijvoorbeeld iets als zelfrijdende auto's, of die energieopslag. Als het gaat werken, en als het vooral software gedreven is, dan zit daar een enorm verdienmodel op. Dus dan zou het ook snel kunnen zijn dat Tesla daar heel veel geld mee verdient. Alleen of het gaat gebeuren, wanneer het gaat gebeuren, ja, dat weet ik niet. En daarom neem ik het nog niet mee. Laten we nu dan even snel het bedrijf bekijken. En dat doen we door middel van mijn aandelen checklist. Um, we zien hier het aandeel Tesla. Een score van 40 van de 100 punten. Dit komt natuurlijk omdat deze checklist ook vooral is gebaseerd op waardebeleggen. En Tesla is natuurlijk nog echt een groeibedrijf. Het is al flink gegroeid, maar het zal waarschijnlijk ook nog flink groeien in de toekomst. Uh, zoals gezegd, de koers ligt op dit moment net niet op de 753 dollar. Dit jaar staan ze zo'n 7% in de plus. Het hoogtepunt van de laatste 52 weken was 900 dollar. En we zaten rond de 340 dollar op het dieptepunt de laatste 52 weken. En de koers heeft dus zo'n 16% hoger gestaan dan de huidige koers. Het bedrijf is zo'n 755 miljard dollar waard op de beurs. Daarmee ja, echt een van de topbedrijven wat betreft waardering. En zeker het hoogst gewaardeerde bedrijf. Uh, de autofabrikant met de hoogste beurswaardering. Uh, Kijken we naar de koers dan zien we dat die op 340 staat wat betreft het P.E. ratio. Ik geloof dat deze wel weer is gedaald sinds die tijd. Uh, als we gaan kijken naar de laatste 12 maanden, maar nog steeds is die ook veel hoger dan de 20, 25 die we normaal zoeken. Maar oké, okay, dit is een groeibedrijf. Als je kunt groeien met misschien 50, 60 procent per jaar, dan is een hogere P.E. ook wel verantwoord. Of uh, ja, niet verantwoord zou ik zeggen, maar uh, is op zijn plaats misschien of logischer maar niet eentje van 300. Dan zou je eerder denken: misschien rond de 50. Iets lager, iets meer. Um, de Forward PI ziet er al iets beter uit, rond de 100. Maar nog niet op het niveau wat we zien. Uh, de netto-winst is laag. Hij is er wel. Dat is een belangrijk punt bij Tesla. De laatste kwartalen zijn ze winstgevend. 2%, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het eigenlijk pas is gebeurd en dat ze vooral ook nog investeren in de toekomst. De fabrieken die ze bouwen, kosten heel veel geld. Dat zien we eigenlijk ook terug met de lage return on assets en lage return on invested capital. Het is een heel um, kapitaalintensief bedrijf om zoiets op te bouwen. Je ziet wel een fabriek in Berlijn die kost 5 miljard. Het is gewoon heel duur voordat je überhaupt één auto daar geproduceerd hebt. Als het eenmaal loopt, dan heb je nog jaren nodig om het terug te verdienen. Maar uh, dan kunnen ze wel hoge marges maken. Dat doen ze trouwens ook wel op auto's. Laten we vooral even kijken naar de omzet, de netto winst en de cashflow. De omzet vijf jaar geleden was 7 miljard. Omzet vorig jaar was 31 miljard. Ze zijn in die tijd dus met 350 procent gestegen. Uh, ja, ik hoef niet uit te leggen. We weten allemaal wel waarom het komt. Ja, iedereen wil ook elektrisch gaan rijden. En Tesla is gewoon, heeft gewoon een groot marktaandeel erin. Heb ik het alsnog uitgelegd. Dus uh, netto winst. Die was vijf jaar geleden negatief. Ook vier jaar geleden negatief. Drie jaar geleden negatief. Twee jaar geleden negatief. En vorig jaar was hij eindelijk positief. Dit heeft natuurlijk mee te maken dat ze lange tijd geïnvesteerd hebben. Zoals gezegd, het kost heel veel om dit op te bouwen. Um, het is goed dat het er nu is. En het lijkt ook al. Het is zelfs volgens mij al vier kwartalen dat ze winst maken. Uh, dus dat is heel belangrijk, ziet er heel positief uit. En we zien ook een flinke verbetering in de cashflow. Het geld dat het bedrijf kan gebruiken waarvoor het wil. Voor investeringen, voor dividend, dat zullen ze niet doen. Voor uh, geld uh, aflossen bijvoorbeeld. Uh, aandelen opkopen, ook dat zullen ze trouwens niet doen. Maar ze hebben in ieder geval de mogelijkheid om het te doen. We zien hier een flinke verbetering. Zaten ze hier eerst nog miljarden in de min... Uh, eigenlijk de laatste twee jaar hebben ze zelfs 1 of bijna 3 uh, miljard aan free cash flow. Dus daar, dat gaat gewoon de goede kant op. Ze hebben nu daarom denk ik ook een belangrijk punt bereikt. En misschien is dat ook wel de reden geweest dat het aandeel de laatste ja, 52 weken ook zo'n enorme uh, spurt heeft meegemaakt, zo'n enorme stijging heeft laten zien. Gaan we dan even kijken naar de schuldpositie. Uh, Tesla heeft 26, bijna 27 miljard dollar aan bezittingen op korte termijn, 14 miljard aan schulden op de korte termijn of verplichtingen, dus dat is heel erg positief. Alles onder de ene is goed en datzelfde percentage zien we ook op de lange termijn. Ze hebben gewoon heel veel geld, uh, onder andere vanwege hun aandelenuitgifte vorig jaar. Het aandeel was heel populair, daar konden ze heel veel geld mee ophalen um, en ik geloof dat ze nu zo'n bijna 19 of 20 miljard dollar ook nog op de bank hebben staan. Dus dat zorgt er ook voor dat ze die fabrieken kunnen bouwen, dat ze kunnen investeren in de toekomst. Dat is heel positief. Dividend, zoals gezegd, dat is er niet. Uh, echt een groeibedrijf, dus dat soort bedrijven gaan op dit moment geen dividend uitkeren. Omdat ze op andere manieren meer geld kunnen verdienen. Kijken we dan naar de aandelen, de uitstaande aandelen. Daar zien we wel dat het elk jaar eigenlijk toeneemt. Dit is natuurlijk niet wat je wilt zien als aandeelhouder. Want in principe is jouw positie die je hebt met de aandelen die je hebt... Wordt ieder jaar minder waard. Er zijn meer aandelen, dus de winst zal over meer aandelen verdeeld worden. Aan de andere kant is het wel belangrijk om te weten dat het vaak gebeurt bij groeibedrijven: die hebben kapitaal nodig om iets op te starten. Uh, daar heeft Tesla natuurlijk ook. Um, dus ja, uh, dat is een beetje, een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je het niet hebben, aan de andere kant, als ze het geld ophalen en dat goed kunnen gebruiken om winst te maken, dan is het nog niet eens zo heel slecht. En een belangrijk punt hierbij is denk ik... Elon Musk heeft de laatste jaren ook heel veel aandelen gekregen... omdat hij bepaalde milestones zeg maar, behaalde. Tien jaar geleden of zo is besloten van... als je dit haalt wat betreft productie of de beurswaarde... dan krijg jij aandelen als vergoeding daarvoor. Uh, die moeten natuurlijk uitgegeven worden. Dit is hier ook in meegenomen... want dat gaat letterlijk om honderden miljoenen dollars... per keer dat Elon Musk of Tesla eigenlijk iets haalde. Dus uh, ik denk dat... We bijna bij de laatste zitten. En dat dat naderhand dus ook niet meer zo snel voor zal komen. Ook niet omdat Tesla per se op zoek moet naar kapitaal. Dat hebben ze inmiddels wel en ze zijn winstgevend. Dus uh, ik denk eerder dat dit af gaat nemen dan dat het toe gaat nemen. Maar de laatste vijf jaar hebben we wel gezien dat het met 33 is toegenomen. Dat is niet zo positief. Kijk dan even naar de koersinformatie. Um, zoals gezegd, 753 dollar op dit moment. Uh, beursverwachting. Analisten zeggen zo'n 700 dollar per aandeel, oftewel zo'n bijna 7% lager dan de huidige koers. En als we dan kijken naar de score, de samenvatting, scoren ze niet op waardering. Dat was wel te verwachten. De winstgevendheid ook nog niet. Al zijn het inmiddels wel positieve bedragen. Het is gewoon nog niet wat we eigenlijk zouden willen zien. Maar het kan wel heel snel gaan bij dit soort bedrijven. De groei die is er zeker geweest. En ook wat betreft overige is het heel positief, behalve dat analisten nog wat terughoudend zijn of negatief zijn kunnen we zelfs wel zeggen. Dus laten we vooral ook even zelf gaan kijken naar de waardering... hoe wij zelf, of hoe ik zelf tegen uh, ja, het aandeel en de huidige koers aankijk. En laten we dan eerst beginnen met een waardering van de situatie op dit moment... en dan zo meteen even kijken wat ze moeten doen om die 3000 dollar per aandeel te behalen. Kijken we naar de omzetgroei de laatste jaren, die was gewoon heel erg goed. Zo'n 60% het afgelopen jaar, afgelopen vijf jaar meer dan 40% per jaar... In de afgelopen tien jaar zelfs meer dan 80% per jaar. Dus ik ben uitgegaan van 40, 50 en 60% voor de komende zeven jaar. En dit komt vooral ook omdat Elon Musk zelf zegt dat die 50% dat hetgeen is waar ze zelf ook van uitgaan. Dus laten we dat als middelpunt pakken. Uh, zoals gezegd, aandelen die zien we nog steeds dat die worden uitgegeven. Dus ik ben hier uitgegaan van 4%. Per jaar 2% en in het laatste geval 0% dat het dan dus gelijk blijft, zoals ik net heb uitgelegd. De winstmarge, uh, daar ben ik eigenlijk uitgegaan van het laatste jaar. Ze hebben nu, denk ik, een belangrijk punt bereikt en dat ze dit kunnen gaan verbeteren. Dus ik ga niet kijken naar de laatste 5 jaar omdat toen het aantal fabrieken anders was, het punt waarop Tesla anders is. Uh, we gaan daarom uit van 5%, 7% en 9%. En de free cashflow 6%, 8%, 10%. Dan een PE-ratio. Dit is natuurlijk heel lastig en tegelijkertijd heeft het heel veel effect op de waardering. Want uh, de prijs, de winst die we berekenen gaat keer dit aantal. Dus als we hier 30, 40, 50 van maken of uh, 60, 80, 100 is een verdubbeling in de waardering. Zoals gezegd, um, je zou uiteindelijk willen hebben dat het een normale waardering is. Maar als een bedrijf met 50% per jaar kan groeien is een PE-ratio van 40% niet zo heel verkeerd. Daarom ben ik uitgegaan dus van 30, 40 en 50%. Free cash flow van 20, 35 en 50. En dan het gewenste jaarlijkse rendement wat ik zou willen zien. 15% per jaar, 12,5% per jaar en 10% per jaar. En dan komen we aan bij de volgende berekening, de volgende waardering. Dan zien we eigenlijk dat het aandeel tussen de 200, 230 dollar en bijna 3000 dollar, of zelfs meer dan 3000 dollar waard kan zijn. Maar dan wel dus in ja, deze situatie, dat het de komende zeven jaar met 60% per jaar kan groeien... en dat ze de winstmarge die ze nu hebben ook nog eens gaan verdubbelen... Uh, eigenlijk al meteen vanaf dit jaar. Dus uh, het zou kunnen, maar het is misschien wat minder aannemelijk. Ik denk dat we eerder moeten kijken tussen de bear en de base case in. Ik denk dat de groei zeker wel gehaald kan worden... en misschien zelfs de eerste jaren wel hoger is dan 50%. Alleen de winstmarge... Ja, die zal eerder richting de 5 liggen, misschien dan de 7. Dus um, als we zo gaan kijken en we zouden de base case aannemen, dan is de huidige koers nog niet eens zo heel verkeerd, want hij zou iets hoger kunnen liggen, volgens onze aannames in ieder geval. Maar dit is dus eigenlijk de situatie op dit moment. Um, het is natuurlijk ook vooral leuk gaan kijken naar dat bedrag van 3000 dollar wat genoemd werd. Uh, wat moeten ze doen om dat te halen? En dat heb ik in dit plaatje laten zien. Ik heb hier uh, vooral de omzetgroei veranderd. Van 40, 50, 60 naar 40, 60 en 80 procent. Dus vooral in de boolcase moeten ze 80 procent per jaar groeien. Bijna verdubbelen dus per jaar. De aandelenuitgiften heb ik hetzelfde gelaten. De winstpercentages ook. Wat hier nog veranderd is, de PE-ratio, zoals gezegd. Dat heeft behoorlijke impact. Volgens mij had ik eerst 30, 40, 50. Nu 30, 50, 70 en dan zou je in beide gevallen net iets boven de 3000 dollar uitkomen. En dit is ook niet gebaseerd op uh, 7 jaar zoals we eerder lieten zien. Maar eigenlijk op 5 jaar aangezien uh, ook ARK investor ervan uitgaat als ze in 2025 dit kunnen gaan halen. Dat is iets meer dan 4, 4,5 jaar net hoe je het berekent. Dus uh, deze berekening is gemaakt op 5 jaar in de toekomst en dan zie je wel... Dat we daar uitkomen, maar wel dus met ja, bijna een verdubbeling van omzet per jaar. Ik zeg niet dat het niet onmogelijk is. Ik weet alleen niet hoe waarschijnlijk het is. Ik schat het niet zo heel hoog in. Zoals gezegd, ik zou zelf iets eerder tussen de 40, 50 of 60 procent gaan denken. En dan lijkt het misschien wel 20 procent. Dat is niet zo heel veel, maar het is eigenlijk ten opzichte van de 50 procent waar ik vanuit ga, um, ja, de helft nog eens extra. Dus denk dat vooral goed aan. En kleine verschillen in een berekening maken. Uiteindelijk misschien ook wel grote verschillen in de waardering. Maar dit is de waardering zoals ik hem heb opgesteld. op dit moment. Zoals ik er tegenaan kijk. Of wat ze moeten bereiken. om ook die waardering van 3000 dollar waar te zijn. En dan komen we aan bij de samenvatting van deze video. En dat is kort gezegd dat ik nog steeds in het bedrijf van Tesla. en het aandeel Tesla geloof. Is op zich wel logisch, aangezien ik die positie ook nog steeds heb, natuurlijk. En dat komt natuurlijk, zoals gezegd. een belangrijk gedeelte. hangt ook gewoon af van de gemiddelde kostprijs. van een aandeel die ik heb. Um, ik kan nog wel het risico lopen om eventueel een kleine daling mee te maken. Het is ook zo dat ik niet op dit moment meer aandelen koop. Uh, ik denk niet dat dit het juiste moment is, waarschijnlijk. Um, tenminste, ik denk dat ik het risico al heb genomen. Alleen dat was een paar jaar geleden. Dus ik hoef nu ook niet het risico te nemen. Dat zorgt er wel voor dat ik eigenlijk in een fijne positie zit, al vind ik het zelf. Daarnaast verwacht ik ook nog wel een keer een koersdaling. Ook zeker wel een stijging. Maar als we kijken naar de laatste twaalf maanden. Het laagste punt was 300 dollar, het hoogste punt was 900 dollar. En ik verwacht dat we de komende tijd ook nog wel zeker dus wel een keer een daling kunnen krijgen. En dat er eigenlijk dus een beter moment komt om het aandeel te kopen. En daarnaast zie ik nog wel groeimogelijkheden. Alleen ik weet niet of het ook echt gaat lukken. Um, ik denk niet dat een verdubbeling de, de komende vijf jaar, een verdubbeling per jaar daarin zit. Ik denk wel dat ze de productie met wat Elon Musk zegt van 50% per jaar kunnen laten toenemen. Natuurlijk zullen ze ook marges gaan verbeteren. Ik weet alleen niet of dat voldoende is om ook die verdubbeling te behalen. Dan hebben we hebben natuurlijk zoals gezegd ook nog heel veel modellen die eigenlijk in de toekomst zijn... Uh, waar het, als het eenmaal lukt, een heel goed verdienmodel is. Het is alleen maar de vraag: gaat het in de komende jaren lukken? Want het kan ook zo zijn dat je er zomaar een paar jaar extra bij moet tellen. Dus ik weet niet of we hier al rekening mee moeten houden. En zo ja, in welke mate. En ik denk dan ook dat die 3000 dollar die ze nu geven een best wel, ook wel boelisch uh, geval is, dus een meest gunstige geval voor de komende paar jaar. Ik zie het wel gebeuren, maar dan vooral op de langere termijn. En dan ben ik eigenlijk ook best wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Ten eerste tegen het bedrijf en het aandeel Tesla. Misschien ook tegen de concurrentie, maar zeker tegen het koersdoel van 3000 dollar. Laat dat dus weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Dan zie ik jou bij de volgende video weer terug.